Werner H., 29 jaar oud, en Nigel J., 25 jaar oud, zitten in de bak. Leden van het regio-bijstandteam Paramaribo hebben de twee mannen gistermiddag aangehouden en ingesloten. Bij hun aanhouding is een vuistvuurwapen, meetscherpe patronen en een scherp voorwerp aangetroffen. De twee mannen worden verdacht van diefstal door geweldpleging. Volgens de afdeling Public Relations van de politie moeten ze op zondag 26 mei op drie verschillende momenten en locaties mensen hebben beroofd van hun bezittingen. Dat deden ze onder bedreiging met een vuurwapen en een scherp voorwerp. De twee verdachten verplaatsten zich bij hun daden in een autobus. De politie heeft hen donderdagmiddag klemgereden en aangehouden op de hoek van de Frederik Derbystraat en de Gemeneelandsweg. Het voertuig is in beslag genomen.